Wat waren de voordelen van de Koude Oorlog? Dit is de Universiteit van Nederland. De voordelen van de Koude Oorlog. Misschien is het allergrootste voordeel van de Koude Oorlog wel dat we haar hebben overleefd, zou ik willen beweren. Want we zijn natuurlijk een aantal keren langs de afgrond gelopen, langs de afgrond van de totale vernietiging. Er waren eigenlijk twee bijzondere angsten in die periode. De eerste was dat de twee supermachten, de Verenigde Staten aan de ene kant, de Sovjet-Unie aan de andere kant, elkaar te lijf zouden gaan. En aangezien ze beide beschikten over massavernietigingswapens waarmee ze de tegenstander tenminste 10 keer konden vernietigen, was dat een reëel groot gevaar. Maar een veel groter gevaar was wellicht nog een, zoals het zo mooi in het jargon heet, a war by accident. En om dat te illustreren neem ik u mee naar november 1983. De NAVO hield op dat moment een oefening, Able Archer. Archer staat voor boogschutter. Op een moment dat er al hoog oplopende spanningen waren tussen Oost en West. Wat was er gebeurd? Een maand eerder had de Sovjet-Unie, 2 maanden eerder, had een Sovjet-jet, een Sovjet-jager, een jachtvliegtuig, een propvolle Boeing van de Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij naar beneden geschoten. Omdat de Sovjets vermoeden dat dat een spionagevliegtuig was. Een soort MH17 avant la lettre, zou je kunnen zeggen. Met 1 groot verschil. De MH17 werd waarschijnlijk per ongeluk uit de lucht geschoten, terwijl deze Boeing van de Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij in het volle bewustzijn en met volle opzet door de Sovjet-Unie naar beneden was geschoten. De Sovjets vermoeden dat het een spionagevliegtuig was. Een maand later, hoogoplopende spanningen, hield de NAVO in samenwerking met vanzelfsprekend de Amerikaanse strijdkrachten een militaire oefening. In het Kremlin bestond al heel snel de indruk dat het geen oefening was, maar een reële voorbereiding door de NAVO van een aanval op de Sovjet-Unie, op het Sovjetblok. En als het wel een oefening was, dan kon het best eens een oefening zijn die uit zou moeten lopen op een reële aanval. De spanning in het Kremlin liep zo hoog op dat het Kremlin zichzelf voorbereidde, dat de Sovjet-Unie zich voorbereidde op het zelf uitoefenen van een aanval op de NAVO. Een preemptive strike. Dat kwam de NAVO te weten dankzij een Russische spion op de Russische ambassade, de Sovjet-ambassade in Londen. En omdat die spion duidelijk wist te maken dat de wereld echt aan het bewegen was in de richting van een nucleair treffen, werd die oefening razendsnel gedeescaleerd. Nou, waarom een college over de Koude Oorlog in een reeks die in belangrijke mate over Rusland gaat? Ten eerste natuurlijk omdat het een uitzonderlijke periode in de internationale betrekking is geweest. Nooit eerder, en daarna althans vooralsnog ook niet meer, is er sprake geweest van een zo'n belangrijke opbouw van militaire mogelijkheden, militaire macht door 2 partijen. Terwijl de rest van de wereld zich ongeveer voegde naar die 2 partijen. De wereld was in feite in 2 verdeeld. Een andere belangrijke reden, denk ik, waarom de Koude Oorlog van belang is tot op de dag van vandaag, is dat de Koude Oorlog onze kijk op Rusland in sterke mate heeft bepaald. We zien Rusland nog steeds, is het niet een reële bedreiging, dan toch een potentiële bedreiging waar wij ons maar beter tegen kunnen bewapenen. Beslotverrekening bestaat de NAVO nog steeds. Nou, er zijn 2 vragen aan die Koude Oorlog die heel erg voor de hand liggen en die ik ook kort met u zal doornemen. De eerste vraag is natuurlijk, was het inderdaad een oorlog? En de tweede vraag is, als je die vraag met ja beantwoordt, het was een oorlog, was het dan echt een koude oorlog? Was het niet ook in een aantal opzichten een hete oorlog? Was het een oorlog? Waar ging het in principe om? In feite was de Koude Oorlog een soort van all-out competitie tussen 2 kampen. Het communistische kamp onder leiding van de Sovjet-Unie met een soort dissidente partner, de Chinese Volksrepubliek. En aan de andere kant het kapitalistische kamp, je kan niet zeggen democratische kamp, maar het kapitalistische kamp geleid vanzelfsprekend door de Verenigde Staten. Die voerde een onderlinge competitie uit, die wij oorlog zijn gaan noemen, op alle mogelijke terreinen. Het was in feite een oorlog om welk systeem is superieur. Politiek, economisch, ideologisch,
Dat was in feite wat er in de Koude Oorlog aan de gang was. Een all-out competitie tussen twee supermachten. De Sovjet-leider Khrushchev, Nikita Sergejevich Khrushchev, de opvolger van Stalin, heeft ooit eens een keer gezegd, wij zullen jullie begraven. Dat werd toen ter tijd vaak uitgelegd als, oei, er volgt een nucleaire aanval en vervolgens stopt u ons onder de zoden. In werkelijkheid was het iets anders. Wij zullen jullie begraven was een soort beeldspraak die Khrushchev, Nikita Sergejevich, gebruikte om aan te geven, wij zijn superieur. En ons type samenleving, ons type politiek regime zal overwinnen. We weten nu dat dat niet het geval was, maar destijds, Khrushchev deed die uitspraak in het midden van de jaren 50, was dat een reëel perspectief. Het was oorlog. Het was in ieder geval een wereldwijd conflict en een wereldwijde competitie. Was het per se een koude oorlog? Ik zou denken van niet. Of eigenlijk moet je het zo beantwoorden, het ligt eraan waar je woonde. In West-Europa bleef de oorlog voornamelijk koud. Wij bewapenden ons, wij trokken een muur op. Eigenlijk trok de andere kant een muur op. Letterlijk, de IJzeren Gordijn. De muur rondom Berlijn en tussen Oost- en West-Duitsland. We trokken een denkbeeldige muur op. We verdedigden ons met behulp van de Verenigde Staten via de NAVO. Maar het bleef vreedzaam. Dat zou de indruk kunnen doen ontstaan dat het inderdaad een vreedzaam conflict was. Dat was het niet. Dat ligt er maar helemaal aan, zoals gezegd, waar je woonde. Want er werden voortdurend oorlogen uitgevochten. Harde, reële oorlogen. Hete oorlogen, zou je kunnen zeggen. In het Engels wordt dat genoemd wars by proxy. Dat betekent in feite oorlogen die worden gevoerd door iemand anders. Maar wel in jouw naam. En zelfs ook in jouw opdracht. Oorlogen die u kent. Het Korea-conflict tussen Noord- en Zuid-Korea. De oorlog in Vietnam. De oorlogen in Afghanistan. Het waren allemaal oorlogen, bij wijze van spreken. Amerika vocht tot de laatste Vietnamees. Of Rusland vocht tot de laatste Noord-Vietnamees. Bloedige conflicten die helemaal passen binnen dat idee van een koude oorlog. Van een wereldwijde tegenstelling. Maar die desalniettemin niet uitgevochten werden door soldaten van de beide supermachten. Maar ook in Europa bleef de oorlog niet koud, zoals u weet. Maar dan moet je voornamelijk aan de andere kant van het IJzeren Gordijn hebben gewoond. De Russen interveneerden in Hongarije in 1956, in Tsjechoslowakije in 1968. Ze maakten een einde aan de Praagse lente. En ze interveneerden nooit, maar ze hebben wel hele zware druk uitgeoefend op de Polen in 1980, 1981... om een einde te maken aan dat merkwaardige experiment met die vakbond Solidariteit. Dus in Oost-Europa was het ook een heet conflict, alleen in West-Europa was dat niet het geval. Nou, wat is het meest kenmerk aan die Koude Oorlog en wat is ook de belangrijkste reden, denk ik, waarom je daar stil bij moet staan? Dat is die gigantische, absurde wapenwedloop. Iets wat we daarvoor niet zagen en wat daarna eigenlijk ook nooit meer gebeurd is. Die wapenwedloop is het resultaat geweest van een redelijk toevallige samenloop van omstandigheden, zou je kunnen zeggen. Je had een razendsnel ontwikkelende militaire technologie, natuurlijk in belangrijke mate ook het gevolg van de Tweede Wereldoorlog, in combinatie met wedijver tussen twee supermachten. Nou, stop die beide zaken bij elkaar en je hebt een tamelijk explosieve, om niet te zeggen giftige mix. Die wapenwedloop die heeft ons heel veel kopzorgen opgeleverd. Namelijk de diepe angst dat de wereld op het punt stond om zichzelf te vernietigen. Maar het heeft ons natuurlijk ook voordelen opgeleverd. Het feit dat wij nu een eitje kunnen bakken in een teflon pannetje is in feite in belangrijke mate het gevolg van de ruimtevaartindustrie. Die techniek kwam voort uit de ruimtevaartindustrie. Internet is oorspronkelijk een militaire uitvinding geweest. Dus zeker in het Westen is er heel veel spillover geweest, zou je kunnen zeggen, van militaire technologie, waar de inspanningen voornamelijk op gericht waren, naar de civiele technologie. En daar hebben wij natuurlijk van geprofiteerd. Maar ondanks die voordelen waren de nadelen natuurlijk veel groter. Althans, de gevaren in ieder geval. Een mooie illustratie van hoe er gedacht werd over militaire technologie en of die al dan niet gebruikt moest worden, was de officiële doctrine van de NAVO. De officiële doctrine van de NAVO heette Mutually Assured Destruction. Wederzijds verzekerde zelfvernietiging. Ook in het Nederlands klinkt het al vrij dreigend, maar ik denk dat het natuurlijk veel mooier, want de afkorting van Mutually Assured Destruction is MAD. Gek,
gekte. Dat was de officiële doctrine van de NAVO. Een soort obscene militaire doctrine, zou je kunnen zeggen. Mutually assured destruction. Dat betekent inclusief de vernietiging van jezelf. Maar we kunnen er ook anders naar kijken. Je zou ook kunnen zeggen, het feit dat beide supermachten wisten dat mocht de één aanvallen, had de ander altijd voldoende mogelijkheden om die ene om terug te slaan en die ene weer te vernietigen, is misschien wel de reden geweest waarom ze elkaar nooit hebben aangevallen. Er waren twee typen raketten waarmee die wederzijdse aanval heen en terug mogelijk was. Enerzijds de raketten die op land waren gestationeerd. Intercontinentale ballistieke raketten noemen we ze. Daar wisten de beide partijen van waar die zich bevonden. Die konden vernietigd worden. Maar er waren ook raketten gestationeerd op onderzeeboten. En die voeren natuurlijk door de wereldzeeën, of in de wereldzeeën. En daarvan wist de tegenstander nooit precies waar ze waren. En dat stelde zowel de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie in de gelegenheid om als New York of Washington of Sint-Petersburg of Moskou al was vernietigd, dat ze altijd zouden kunnen terugslaan. Hoe eindigde die Koude Oorlog? Eigenlijk heel typerend door een nieuwe ronde in de wapenwedloop. Die nieuwe ronde in de wapenwedloop die werd geïnstigeerd door de Amerikanen. Meer in het bijzonder door de fameuze Amerikaanse president Ronald Reagan. Reagan had een soort droom, een politieke militaire droom, en die heette officieel Strategisch Defensie-initiatief. In de volksmond heette die Star Wars. Die voorzag erin dat de Amerikanen een scherm van satellieten bouwden in de ruimte. En die zouden in de gelegenheid zijn, die zouden in staat zijn om Russische raketten tegen te houden. Alle mogelijke raketten die binnenkwamen, en vooral die hele grote jongens. En Reagan ging daar serieus aan werken. Nou, zou Reagan daarin geslaagd zijn, in het aanleggen van zo'n scherm in de ruimte? Het is nooit gelukt, bestaat nog steeds niet zoals u weet. Dan had dat betekend dat Amerika zich onkwetsbaar had gemaakt voor Russische raketten. Dat had betekend dat de mutually assured destruction niet meer gold. En dat had feitelijk betekend dat de Sovjets de wapenwedloop hadden verloren. Nou, zover is het nooit gekomen, maar we kwamen wel vrij dichtbij. Je zou kunnen zeggen, met een zekere mate van verbeeldingskracht, dat initiatief, Star Wars, SDI, Strategic Defense Initiative, dat heeft gewerkt als een enorme wake-up call voor de Sovjetleiders. En met name voor die nieuwe Sovjetleider die in maart 1985 aan de macht kwam, Mikhail Sergejevich Gorbachev. Het was de eerste Sovjetleider die begreep, dit gaat verkeerd. Wij kunnen die wapenwedloop met de Amerikanen niet bijhouden. Nou had hij er een tandje op kunnen zetten vanzelfsprekend, maar het ging economisch al niet zo heel erg goed in de Sovjet-Unie. Dus dat deed hij niet. Gorbachev kwam tot een hele verrassende en afwijkende conclusie. Hij trok namelijk de conclusie, wij zijn een reus op leme voeten. Wij zijn een reus in termen van militaire productie. Maar we hebben leme voeten, dat is onze economische basis. Die is veel te smal om onze supermachtstatus te dragen. Kortom, we moeten gaan veranderen. We moeten gaan hervormen. En onderdeel van Gorbachev's hervormingsstrategie was die Koude Oorlog, die enorme competitie met het Westen, om daar een punt achter te zetten. Nou, als je dit alles bij elkaar optelt, dan kom je tot de conclusie dat die Koude Oorlog eindigde om twee redenen. Een samenloop van omstandigheden. Aan de ene kant politieke individuen die de verbeeldingskracht hadden en de moed hadden om zaken in verandering te brengen. Met name Mikhail Sergejevich Gorbachev, de Russische leider. Maar aan de andere kant ook een internationale situatie die daartoe de gelegenheid bood. Met name zou ik willen wijzen op de rol van de Amerikaanse president, opvolger van Reagan, George Bush. Niet George Bush de jonge, maar George Bush de oude. Een zeer terughoudende, klassiek conservatieve Amerikaanse president die Gorbachev in de gelegenheid heeft gesteld om zijn veranderingen door te voeren. Wel nu, die Koude Oorlog werd uitgevochten door twee tegenover elkaar staande kampen. De ene kennen we heel goed, dat is de Verenigde Staten, daar behoren wij zelf bij. Die andere was de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie bestaat niet meer. Nou, het volgende college wil ik ingaan op
hoe je die Sovjet-Unie eigenlijk moet typeren. Een vreemd type samenleving. Je zou zelfs kunnen zeggen een absurd type samenleving tot op zekere hoogte. Een samenleving die nu ook niet meer bestaat. Dank u wel.